TBN Prime Alert sprak er met ACMA's voorzitter Sjaan Binda over een aantal actuele onderwerpen. Zo spraken wij met hem over de kwestie Hakrembank, waar er een Johari Yutrusu is tussen de gewezen bankdirecteur Jim Boussaid en de minister van Financiën. Ook spraken wij met hem over de minimumloon, welke aan aanpassing onderhevig is. We voeren nu naar het vraaggesprek met ACMA's voorzitter Sjaan Binda. De regering neemt zijn besluiten en wisselt wanneer ze willen. Natuurlijk moet je me afvragen, het is hun volste recht natuurlijk, maar is het ethisch? Op welke manier doe je het? Ik denk dat er andere wegen zouden zijn die hetzelfde doel zouden kunnen hebben, dat als je een directeur wil ontslaan, dat je dus wel met een gedegen kandidaat komt, een kandidaat die je denkt dat geaccepteerd is, want al heb je een staatsbedrijf, het is en blijft van het land. Zo'n bedrijf heeft ook klanten. En je wil alle klanten zoveel als mogelijk behouden. Dus ik denk het betere zou zijn als men naast men de directeur bedankt. Dat men ook direct erachteraan komt met een alternatief. En zegt wie de nieuwe of wie de kandidaten kunnen zijn. Waardoor je een beetje rust brengt in de tent. Maar niet dat je plotseling komt patsboom en je ontslaat iemand. En er is nog geen adequate vervanger. Dat is een kwalijke zaak. Want je moet vooral met bank. Op dit moment banken in Suriname, op dit moment, er is weinig vertrouwen. Dus je zal zodanig moeten handelen dat er vertrouwen is en dat de rust er blijft. Natuurlijk is het zo, er zijn natuurlijk wat uitspraken ook gedaan over monetaire financiering en zo. Wij weten allemaal bliksemsgoed dat er al monetaire financiering plaatsvindt. En monetaire financiering betekent niet alleen geld bijdrukken, maar ook in het giraalverteel kan je monetair geldschepping, geldcreatie plegen. Alleen vind ik het jammer dat die directeur bij zijn ontslag nu plotseling eigenlijk, laat me het uitdrukken zoals die president het zegt, uit de kast komt. En zegt ja, er is monetaire financiering. Nu dat je baan op de helling zit en je wordt bedankt, kom je niet. Dat vind ik ook een beetje onethisch hoor. Want ik vind als je eerlijk bent en oprecht bent, al ben je in functie en je ziet dat er dus monetaire financiering plaatsvindt. En Jim ken ik, heeft meneer Boussaid. Hij heeft vaak de gelegenheid gehad om zijn meningen te uiten aan het breder publiek. En je moet niet achteraf komen wanneer het gebeurt en wanneer je het waarneemt, dan moet je het duidelijk zeggen. Dan moet je alarmbel trekken en niet denken hoe ik ben in functie en het gaat me mijn baan kosten, al dat soort dingen. Dus dat zie ik ook niet alleen bij hem hoor, maar verschillende mensen. Vaak als de wacht wordt aangezegd aan ze, dan komen ze naar buiten van ja, ik heb dit waargenomen, dat waargenomen. Nee, je moet het zeggen. Wanneer het gebeurt. Je moet de mensen, je moet eerlijk zijn aan die samenleving. En je moet de mensen zeggen van luister, dit gebeurt. En het gaat niet door de boel. Je moet vechten tegen bepaalde mistoestanden. Ik heb ook geen voordeel aan een interview aan u af te staan. Maar ik vecht tegen misstanden in het land. Omdat ik ook een deel van het land ben. En dan maakt het niet uit. Er zullen consequenties altijd zijn. Er zijn mensen die het wel leuk vinden en anderen niet leuk vinden. Maar als je wat waarneemt en je ziet wat. U weet. Er is ook binnen het recht is er een medeplichtigheid. Als je ziet dat er wat gebeurd is, dat buiten wet en recht gebeurt, dan moet je het rapporteren. Want als je het hebt geweten en gezien en je hebt je mond dicht, heb je ook een vorm van medeplichtigheid. Dus vandaar dat ik zeg, het moment dat je ziet dat zoiets gebeurt, en dat geldt voor alle burgers, betekent dat je dus in feite aan de bel zou moeten trekken. En het moet altijd op een nette manier gebeuren. Je moet eerlijk zijn tegenover die samenleving. En dat geldt ook voor deze regering. En we hebben vaak gezien dat dus in feite men het geloof in deze regering opzegt. En al heeft opgezegd. Omdat ze dus niet transparant zijn. En ook oneerlijk zijn. Met beloftes en uitspraken. Dingen die beloofd worden. Of programma's die er zijn die achteraf niet blijken te deugen. En het wordt ergens onderbroken nadat er veel waarschuwingen zijn geweest uit die samenleving voordat men begon. En men gaat toch door ermee. En achteraf blijkt het niet te werken en men stopt ermee, waarbij we schade hebben gehad. En natuurlijk ook een beetje schande. Dus u heeft niets aan de uitleg vanuit het ministerie van Financiën en de minister van Financiën die aangeeft dat er niet monetair gefinancierd is? Nou, kijk, de minister kan alles zeggen natuurlijk. Wij weten het. Wij zien die ontwaarding van die SRD.
En ik bedoel, waarom zal die ontwaarding liggen? Begrijp je? Want men zegt, je moet een geloof in eigen munt hebben. In feite heeft de centrale bank, waar die minister ook ooit president van is geweest, heeft de centrale bank zijn hoofd, een van zijn hoofdtaken niet kunnen uitvoeren. Dat is die bescherming van die SAD. Ze hebben dat niet kunnen doen. Dus ze zijn in feite in het vervullen van een van hun hoofdtaken zijn ze niet geslaagd. Begrijp je? Dus die SAD wordt elke dag waardelozer. Dat bedoel ik met, er wordt steeds minder ingekocht. Er is nu gezegd, van ja, men gaat een salarisaanpassing doen, men gaat bepaalde, althans een deel van de ambtenarij krijgt een soort koopkrachtversterking. Maar hoe leg je dat uit economisch? Want wat je in feite doet, je bent eigenlijk die Surinaamse gulden nog minder waard aan het maken, want je brengt meer geld in omloop weer. Want het geld moet ergens vandaan komen. Of je haalt het van die ene sector weg en stoot het in die andere sector, waar sector waarvoor het bedoeld was, eigenlijk gaat lijden eronder. Maar het punt is dat die koopkrachtversterking je niet zo kan doen. Je kan niet zeggen, hey, en ik vind het jammer dat de vakbond meegaat. Mm-hmm. En zeggen, ja, het is goed koopkrachtversterking. Die koopkrachtversterking gaat er niet zijn, gelooft u mij. We zijn ondernemers. De prijzen in de winkels gaan ook duurder worden. De transporten, de bijkomende zaken zoals dienstverlening en zo, die gaan ook duurder worden, want je krijgt de inflatie weer. Hè. Je krijgt dus dat die ontwaarding weer gaat toenemen, omdat je het geld niet verdient. Je moet eerst verdienen voordat je kan zeggen van luister, ik ga lonen verhogen. En wat heb je gedaan als je mensen met een paar honderd versterkt hebt, zogenaamd, maar aan de andere kant zie je die prijs omhoog gaan. Begrijpt u? U weet zelf, het is een hel op dit moment op de haven. Men probeert ergens een boosdoener te vinden. Blijf je waar het heel systeem in feite niet deugt. Het is niet aan de importeur gelegen. Het is aan de hele douanekorps gelegen. Dat weet ik, ik heb er vaker over gesproken. Dat er ontzettend veel filterwerk gedaan moet worden daar. Blijf je, want als de ene partij niet meewerkt, dan kan de andere partij ook niet tot uitvoer komen. Dus ik neem aan, als er sprake is van invoerachte ontduiking, dan is het van twee partijen, dan wordt er samengewerkt. En dat is al jaren zo, we weten dat. U weet zelf, ik heb er vaker over gesproken, eind van het jaar worden de duurste whiskies geschonken bij het korps van de douane, bij die eindejaarsviering. Dan moet u gaan kijken wat voor merken daar rondom doen. Dan vraag ik me af, van waar komt het? Ja, ze worden gesponsord. Begreep je? Door ondernemers. En waarom zou ik een douane sponsoren? Omdat hij hand- en spandienst daarmee verleent. Dus zo kan je het vertalen. En dit zijn zaken dat in feite de douanekorps mag geen geschenken, cadeautjes en verwennerijtjes in ontvangst nemen. Dat is in hun eet verwerkt. Maar het gebeurt elke dag, we weten dat ook. We zien ook het luxe leven wat bepaalde douaneambtenaren leven. En dan vraag je af, is het een match met hun salaris? En dat geldt niet alleen voor de douaneambtenaren, ook andere ambtenaren op andere ministeries. Ze hebben een luxueus leven, en dan vraag je af. Dus daarin geef ik alleen aan dat we een heel zwakke belastingdienst hebben. Omdat mensen geweldige dingen, kastelen neerzetten en bouwen. En dan vraag je af, wat doet die man eigenlijk? Hoor je, hij is ambtenaar. Dan zeg je, hallo, dan moet een lichtje gaan branden toch? Van iets klopt niet. Dus hetzelfde gebeurt nu met de hele situatie rond de bank. Ik vermoed dat er plaats wordt gemaakt voor loyalisten. We hebben nog 2 jaar te gaan naar de verkiezing, nauwelijks 2 jaar. En dat men bepaalde mensen op bepaalde posities plaatst. Wat heel jammerlijk is, want die bank draaide goed. De cijfers zagen goed uit. En het zijn ook allemaal inspanningen, niet alleen van meneer Jim Boussaid, maar van het heel korps dat daar werkt, de staf en personeel, dat die bank goed draait. Een van de weinige banken dus die goede cijfers hebben. Staatsbanken dan. Maar ik vind dat men direct een alternatief bekend moest maken, want je kunt het 100% met me meegaan. Je zult merken dat het weer een partijloyalist is die in feite daar gepositioneerd wordt. Precies als andere banken. Men heeft ook op zo'n staatsbank heeft men ook iemand gezet die in feite een elektricien is. Met alle respect hoor, maar ik bedoel op bepaalde posten moet je mensen zetten die wat uit de financiële sector komt en weten om te gaan met de financiën. Je kan niet iemand zetten die lijnrecht tegenover het beroep staat. Ik bedoel, als je iemand anders zet ergens en de man zou eigenlijk een relatie hebben met het deel
wat je hem als verantwoordelijkheid geeft. Er is niks aan de hand. Maar als je iemand zegt, ik bedoel, kom on, ik zie al dat u automonteur zit als minister van Volksgezondheid. Met alle respect voor alle automonteurs hoor. Maar het past niet, het matcht niet. Je moet een achtergrond hebben waarbij je dat heel systeem, hele structuren, alles begrijpt. Wij hebben er zijn wat uitzonderingen in de wereld, maar die zijn bitter weinig. Dat mensen die alles kunnen. Ik kan me nog herinneren, er was ook zo'n superminister die 3 ministeries draaide en men was er zo trots op. Ik bedoel, je kan pas trots zijn wanneer je ziet, hey, de persoon draait 3 ministeries en het is alle 3 draaien geweldig. De hele hervorming is er gekomen. Maar niet omdat die man, omdat je tekort hebt, heeft hij waarnemend minister, waarnemend daar. Hij is een superminister geworden. Want diezelfde man die superminister was, maakt er een jamboel van nu. Met zijn gehandicapte mensen. Ja, andere mensen, met alle respect voor gehandicapten. Maar die mensen kan je niet zetten, hun leeftijd laat het niet toe. Ze zijn al afgeschreven. De man moet gua osso. Ze moeten tomaten planten, zoals die president het ooit gezegd had. Wanneer je laat ze gaan slapen, zegt ze wel te rusten. Gaat u, hebt de goede dingen, pensioen verdiend. Maar de man is uitgeblust. Amana verhaal morgen. Hij weet niet meer wat hij moet doen. Hij gaat daar om positie. Hij moet een leefwacht hebben. Hij moet een chauffeur hebben. Al dat soort nonsens dingen waarvoor wij moeten betalen. Maar er is geen ontwikkeling op het bepaald ministerie. En hetzelfde gaat voor een bank gelden. Als we mensen zetten die niet gekwalificeerd zijn om die job aan te kunnen en het systeem niet begrepen en in een financieringswereld niet hebben geleefd, gaan die mannen het niet kunnen draaien. Laten we eerlijk zijn, ik ben ondernemer. Als ik mensen moet selecteren die een bepaalde job in mijn bedrijf zouden moeten doen, dan zoek ik wel mensen die van wanten afweten. Ja. En ik ga geen mensen nemen die komen om een beetje te gaan experimenteren in het bedrijf of cholera roken. Kijk, op een bepaald niveau kan je mensen gaan leren. Een kokin kan je leren. Ik denk zelf niet eens een tuinman kan je leren. Want dan moet je samen je kotie. Anders gaat hij met alle bloemen weg. Zegt hij, is onkruid. Begrijp je? Dus, het is heel jammer wat er gebeurt. Ik vind het onethisch hoor. Het gebeuren bij de Hagerinbank. We hebben nu ook een maatschappelijke discussie over aanpassing minimum uurloon. Heer Binda, hoe kijkt de ACMOS hier tegenaan? Nou, kijk. Met die aanpassing van uurloon heeft de regering duidelijk aangegeven dat dat monifonteren waardeloos. Ik had al gewaarschuwd toen die vaste uurloon er kwam, zeg dat ding is al achterhaald. Laat me eerlijk zijn, het uurloon moet je in feite in zo'n situatie moet je vrij laten. Je moet wel informatie aan de gemeenschap geven. In afpotwet, je moet informatie van luisteren, je bent zoveel waard. Maak er een standaardlijst van, grap het net, waarbij mensen kunnen zeggen, hé, ik ben monteur, hoeveel moet ik ongeveer verdienen? Wat is het advies? Geef ze advies. Maar je moet mensen niet verplichten, dwingen tot uurloon. Want we kennen geen slaven hier. Want hoe goed, het is een ellende om personeel te vinden. En ook wat je ze ook betaalt, de prestaties zijn zoek. Als je een tuinman neemt, je tuinman, ja, ik geef je 100 of 150 gulden. Hoe meer je hem geeft, hoe ellendiger het wordt voor je. Want die mag het elke boom die hem aanweegt, zegt, hé, dat ding is niet. Maar Bas, ik nacht me wel lekkers extra. Dus, luister, mensen weten precies wat ze kunnen verdienen. Ik heb het ook vaak gezegd aan mensen die winkelverkopers zijn. Ik heb ze luister. Je werkt van 7:30, 8:00, werk je tot ongeveer 16:30 in de middag met de half uur of een uur pauze ertussen. Ik heb zo, wat verdien je per dag? 80, 85 of iets in die richting. Een schoonmaakster werkt van 8:00 tot 2:00, ongeveer 2:00, 2:30. En ze krijgen diezelfde 85. Maar ze gaan dat werk niet willen doen, want dat shing. Je bent minderwaardig. En dat heeft de politiek ons geleerd hoor. Dat bepaalde beroepen minderwaardig zijn, wat niet zo is. Maar men gaat zeggen, nee, als die mensen me vragen wat ik ben, moet ik kunnen zeggen, ik ben winkelverkoopster. Als ik zeg schoonmaakster, kijk mijn meneer, dat is niet dom, ik ben niet gestudeerd. Maar je moet smart zijn, je moet weten wat je waarde als mens is per dag. Wat ben ik waard, hoeveel wil ik verdienen? En op basis daarvan ga je dus een keuze maken welk werk je wil doen en hoe je jezelf gaat bijscholen. Maar hier worden mensen ontmoedigd en dan komt men met dit soort flauwekul van uurloon. En het is jammer, want die hele wetgeving van ons is eigenlijk een kopiewetgeving van Nederland overgenomen. En er zijn weinig bijpassingen, bijstellingen geweest.
naar onze Surinaamse samenleving toe. En dit ding van ULO is hetzelfde. Men neemt het over, over ontwikkelingslanden. Mensen die ver zijn, neemt men het over. Maar het werkt niet. Want als er werkeloosheid is, enorme werkeloosheid die we op dit moment hebben, en mensen hebben geen eten thuis, of ze kunnen geen brood af tafel brengen, denkt u dat als ze ergens gaan en ze willen werken, dat die mogen berekenen om hen naar uw loon? Die mannen zijn blij als ze werk hebben gevonden. Ze gaan zeggen, baas, om hen naar Europa, op die aan de, ai, ik kan paar niet zo min. Dan ga je overleg plegen met die baas, en die baas zegt, aboem, ik kan je tegemoet komen of niet. En je moet één ding rekening houden, in uw loon heb je ook mensen die worden gehaald, thuis worden gehaald om naar het werk te gaan. Ze hebben geen bijkomende kosten van beurs en noem maar op. Anderen krijgen nog autotoelagen van hun bedrijf. Anderen hebben bedrijfsvoertuigen. Maar dat allemaal moet je verwerken als loon. En je moet niet gaan zitten specifiek op een bedrag. Je moet gaan kijken naar het totaal pakket die iemand heeft. Maar ik vind het belangrijkste is dat die regering heeft toegegeven dat ons Surinaams geld ontwaard is. Want daarom is die bijstelling er. Begrijp je? Dus ze zeggen steeds dat die economie beter gaat en beter gaat. Nou, als dit soort zaken zich voordoen, dan zie ik geen beterschap in die economie. Want u weet zelf, het bedrijfsleven is op sterven na dood. Dus concreet, heer Binda, moet het komen of niet? Minimumuurloon, aanpassing? Nee, ze moeten die wet in de prullenbak gooien. Want vandaag passen ze aan, overmorgen moeten ze weer aanpassen. En het werkt niet. Mensen die op zoek zijn, naastig op zoek zijn naar werk, die kijken niet naar uw loon. Ze kijken, wat kan ik per dag verdienen? Wat is mijn inkomsten per dag? Begrijp je, denkt u dat iemand die gaat hosselen, een beetje bami hier en daar gaat verkopen, of met een tas in de stad rondloopt, kantoor voor kantoor, om wat pakken bami te doen, dat hij gaat kijken, wat is mijn uurloon? Die persoon kijkt, wat krijg ik per dag? Wat kan ik binnenkrijgen? En als je mensen frustreert met uurlonen, je moet begrijpen, ook vooral restaurants, et cetera. Die Chinezen zeggen gegevenlijk, hé, libas en amaera. Ze brengen familie naar binnen en die mensen werken en wonen daar. Ze krijgen huisvesting, alles. En ze werken en wonen voor een x-bedrag afgesproken. Dus ik zeg, men moet niet met flauwekul komen. Omdat dit is iets waaraan ik me erger. De ministeries doen voorkomen alsof ze werken. En daarnaast dat hele ding van uw loon is niet met de brede lagen van die samenleving besproken. Wat gaat u straks doen? Hoe ver weet u hoeveel mensen worden wanbetaald bij die overheid? Zelf. Ik wil zien als ze die aanpassingen gaan plegen. Want daar moeten ze beginnen. En daar moeten ze beginnen met saneringen. Maar ze doen het niet. Er worden nog steeds mensen aangenomen. In dienst genomen. Elke minister verandert, komen wat snoes aan erbij. En zo ga je het land niet verder brengen. Je moet duidelijk beleid voeren. En dit vind ik ad hoc beleid. Het is in feite. Is paniek regeren. Mm-hmm. Zo noem ik het. Maar even zeggen. Hé, die mag klagen hier. Hè? Staking kan brokken. Dus geef ze snel. Voed ze. Want daarvoor zijn ze bang, hè. Dat we weer op straat komen, dat mensen op straat komen. En dan kan het ellendiger worden voor ze. Want het hele volksgeld zal uit. En u weet zelf, op social media. Iedereen is deel van social media op dit moment. En als we kijken naar de radiostationen, alle praatprogramma's. Alles geld uit. Alles geld die de regering uit. Ik hoor geen enkel goed woord meer. Alleen op één station, een politiek programma, propagandastation noem ik het, hoor je iemand daar die zijn schaapjes al op het droog heeft, die zit te kletsen uit zijn nek. Een straatjongen die niks is geweest. Begrijp je? Die geaccommodeerd is geworden door diezelfde regering. En hij voelt zich nu koning in het gebied van wat omroep betreft. Omdat hij alles gesubsidieerd kreeg. Laat ze met hun eigen geld, hun eigen verdiensten dat station draaien. Dan wil ik zien als ze het nog kunnen. Maar dat zijn ze niet. Ze zijn geen managers. Dat zijn losers. Die gepositioneerd zijn. En dat geldt voor een hoop mensen die in die politieke arena mee hebben gedaan en ze zijn gepositioneerd. Een hoop losers. Anderen maken hun mond niet eens open, zijn volksvertegenwoordigers. Al jaren ze durven niet eens hun mond open te maken om op te komen voor het belang van dit volk. Omdat ze het onderricht niet hebben. Een paar dommies. Ze zijn gepositioneerd omdat die mannen het job ook in een partij. En dat moeten we niet hebben. Anders gaan we het land niet verder kunnen brengen. Wat wij moeten hebben, moeten kundige mensen hebben. Mensen die van wanten weten. Mensen die in het veld bewegen. Mensen die hun stem laten horen. Dat soort mensen hebben we nodig. Mensen die zinnig zeggen. Geen mensen die ergens, omdat hun oom of tante rijk zijn, ze hebben gesponsord naar de parade. Want dat epot me niet te paleisje. Want ze kopen zich in een partij. En dat geldt voor alle partijen hoor. Heb je deze figuren die zich inkopen in partijen. Maar vraag ze wat de visie is. Vraag ze wat ze met de ellende in het land gaan doen.
En sectoraal, laat ze aangeven van meneer, ik ga dit doen. En dat gaat de inkomstenbron zijn, dat gaat de uitgavenbronnen zijn. En breng ze in kaart. Laat ze je dat kon vertellen, kunnen ze het niet vertellen. Ze hebben geen plan. Begrijpt u? En dat is de ellende wat dit land meemaakt. Dus dat ding van wat u net hebt genoemd, haken in de bank en uurloon, minimumloon. Ze allemaal paniek regeren. Paniek regeren, je weet niet wat je moet doen meer. Ifasi. Ik weet niet naar in de bank moet toch. Begrijp je? Dat is wat er gebeurt. Niks anders. En wij zijn de leidende factor. Want er komt geen ontwikkeling in het land. Er gebeurt niks verder. U ziet, er is nu bezig renovatie. Alles wordt geherstructureerd op de haven. Wat bereik je ermee? De president heeft zijn mond vol gehad. We zijn voedselschuur van het Caribisch gebied. Ik ga u wat zeggen. Vraagt u aan de exporteurs. Hoeveel verbindingen zijn er, luchtverbindingen zijn naar het Caribisch gebied? Als je vracht wil wegsturen. Naar de verschillende eilanden. We zouden een heel belangrijke rol kunnen spelen, want we hebben genoeg gewassen, we kunnen genoeg productie opstarten, we kunnen mensen aan het werk helpen. Maar laat ze die verbindingen eerst in orde maken. Hoeveel vluchten hebben we op Suriname? Huh? Al die eilanden, bovenwindse, benedenwindse eilanden, allemaal willen groente hebben, allemaal willen vis hebben. De Engels sprekende Caribische landen, ik praat daar niet alleen over CARICOM, maar de hele Ruitemateut wil groente en vis en allemaal hebben. Maar wat voor verbindingen heb je? Wat voor betaalbare verbindingen heb je? Dus ik zeg, je moet een strategisch plan maken. En dat strategisch plan komt er nooit. En daar hekelen wij als ondernemers. Omdat als je begint met een bedrijf en je hebt, dan heb je een bepaalde structuur. Je weet wat je wil, je weet wat je gaat importeren, je weet wat je gaat verkopen. Je weet hoeveel personeel je nodig hebt. Maar je neemt niet te veel, niet te weinig. Maar je weet hoe je je zaak gaat inrichten. Bij de regering is dat niet. Allemaal kom, vandaag is het hollebollegeest. Morgen is het tante dit, tante dat. En dus ze falen allemaal. Je zet mensen ook bij bepaalde instituten het onderwijs. Met alle respect. Anoroko. Je moet mensen zijn, hebben die dynamisch zijn. Die ruimtelijk kunnen denken. Mensen die de wereld kennen. Mensen die meegaan met het onderwijs van de wereld. Want het onderwijs is niet slecht. Kwalitatief. Maar het heeft te veel ballast. Die kinderen worden opgezadeld met ontzettend veel ballast. Begrijpt u? Ik ben ook naar school gegaan. Ik weet, sommige dingen gebruik je nooit. Je carrière, men moet gaan kijken wat willen kinderen, wat heeft het bedrijfsleven nodig aan kader. En je moet eigenlijk gaan richten op de behoeften van je land. Het onderwijs gaan richten naar de behoeften. Want ik heb gezien nu bij de laatste examens, middelbare scholen, kinderen hebben gejuicht, maar ik heb het even gezien, anderen hebben gehuild, van plezier. En ik keek ernaar en ik zeg, mijn God, mijn hemel, ze denken dat ze werk gaan vinden. En ze komen straks van een koude kermis terug. Met hun diploma lopen ze in en uit bedrijven. Zelf opleidingen zijn heel beperkt. Dan zien ze van, ik heb wel een middelbare schooldiploma, maar ik kan niks ermee doen. Mijn vader en moeder kunnen niet betalen. Dus het buitenland is ook uitgesloten. En dan zitten die kinderen met hun diploma. En dat is al jaren zo hoor, laat me dat duidelijk zeggen. Dus je leidt kinderen op zonder dat ze een toekomst hebben. Wat is het perspectief na die middelbare school voor ze? Wat moeten ze studeren? Na de diploma-uitreiking heeft men geëvalueerd met die kinderen van wat wil je worden. En wat voor mogelijkheden heb je in Suriname. Je hebt wat studiebeursjes gehad hier, waar men kon gaan rondneuzen. Maar bepaalde studies zijn niet te betalen. Ik ga u zeggen, als u kijkt naar bepaalde technische opleidingen. Met alle respect, alleen maar middenstanders of rijk opleidingen van leraren daar. Hebben ze ook opgedoekt of ze gaan naar universitair niveau. Wat wil men bereiken mee? Dat is mijn vraag. We hebben zoveel mensen nog nodig hier. Mensen die het bedrijfsleven. Eigenlijk, je zoekt eigenlijk door het bos zie je de bomen niet meer. Want inefendisme. Je vindt die mensen. En er zijn aan de andere kant mensen die opgeleid zijn. Die geen werk kunnen vinden. Begrijp je? In dit land. Op dit moment. Dus vandaar dat ik zeg. Er moet veel gebeuren. Het strategisch beleid bestaat er niet. Er is geen plan. Er is niks in kaart gebracht. Sectoraal niks. Vandaar dat ik zeg. Ik heb een heel... Een heel slechte toekomst voorspel ik als het zo doorgaat. En ook van de oppositie hoor, met alle respect voor mij, moest ik niks komen. Want ik bedoel, als oppositie moet je al door, Tim, je moet met voorstellen komen, je moet zeggen, kijk, wij gaan het zo doen, wij gaan dit doen, wij gaan dat doen. Ik hoor dat niet komen. We zijn, hoeveel, nog geen 2 jaar van de verkiezingen af. De oppositie moet zeggen hoe ze het gaan doen. Laten ze in debat komen, ik daag ze uit, laat ze in het debat komen. Laat ze meer op het podium klimmen en komen met mensen in zalen in debat van meneer, hoe ga je het doen? Want je wil dat mensen op je stem, maar wat ga jij, wat is het wezenlijk verschil met jou en de anderen?
Dat moet je gaan vertellen. Nu moet je het verhaal gaan vertellen. Dat de discussie komt. Want de insteek van het publiek kan je ook op andere gedachten brengen. Het kan een ondersteuning zijn naar jouw politiek beleid. Maar het gebeurt niet. Met NDP-parlementariër Amsad Abdul spraken wij over twee onderwerpen. Ten eerste het schrijven welke de VHP heeft gericht naar de media, waarin ze aangeven dat voor wat de kwestie Matura Doekie betreft, waar Doekie beschuldigingen heeft geuit over drugs in de woonkamer van Matura, dat DNA-voorzitter Jennifer Gerling-Simons daar niet naar behoren heeft opgetreden of niet heeft opgetreden zoals dat een DNA-voorzitter betaamt. En verder hebben we met hem gesproken over de kwestie Hakrimbank, want we merken dat er nog steeds onrust daar is. De gewezen directeur Jim Boussaid, die brengt nu heel wat informatie naar buiten, geeft nu aan dat de RVC belangrijke informatie op straat heeft gezet over hem, vooral zijn pensioenregeling. We voeren nu naar het vraaggesprek met Amsad Abdul, NDP-parlementariër, en cameraman Karen Saktu legde de volgende beelden vast. Iedereen weet dat wanneer er gedebatteerd wordt in de Nationale Assemblée, de emoties soms heel hoog oplopen. Het is dan de taak van de voorzitter om eigenlijk de vergadering in goede orde voor te laten gaan. Ik vind van dat het reglement van orde van de Nationale Assemblée voldoende ruimte biedt aan leden die zich eigenlijk beledigd voelen om gebruik te maken van die mogelijkheden om eigenlijk zichzelf te verschuldigen. Of leden die voelen dat ze beschuldigd zijn door een ander lid om dat te doen. In dit geval van beide leden gaat u zien dat de voorzitter, lid Matura, ook de gelegenheid heeft gegeven om gebruik te maken van de mogelijkheid. Het is dus niet des voorzitter om eigenlijk ervoor te zorgen dat een lid zich onvoldoende mate, moet ik het zeggen, verschoont van een belediging of van een beschuldiging. De voorzitter kan nooit weten wat een lid zal zeggen. Niemand. U weet ook niet wat ik nu aan u ga vertellen, toch? Zo weet de voorzitter ook niet. Maar de voorzitter treedt op wanneer de orde wordt verstoord. De voorzitter treedt op wanneer een lid wordt beledigd of wanneer een lid wordt beschuldigd. En dit is niet de eerste keer dat dat gebeurd is. In het parlement hebben we meerdere momenten gehad waarbij oppositieleden, coalitieleden hebben beschuldigd, beledigd. Coalitieleden, oppositieleden hebben beledigd, beschuldigd. En er wordt altijd opgetreden door de voorzitter op een manier dat wordt voorgeschreven in het reglement van orde van de Nationale Assemblée. Ik vind dus niet correct dat wanneer de zaak in de Nationale Assemblée afgehandeld is, er dan weer via de media de voorzitter wordt geschokt. Dat is niet correct naar de voorzitter toe. Er zijn argumenten aangehaald in het mediabericht van de VHP als dat zaken die buiten de microfoon wordt gezegd ook gehoord worden. Maar men vergeet dat zaken die buiten de microfoon wordt gezegd niet opgenomen wordt in de handelingen van de Nationale Assemblée. De voorzitter kan nooit corrigerend optreden naar een lid toe wanneer het lid buiten de microfoon om zaken schreeuwt. Een heel mooi voorbeeld is voorbeeld van lid Yogi. Die tal van keren gewoon opstaat en door de zaal heen gewoon zaken begint rond te schreeuwen. En de voorzitter wijst hem nog erop van lid Yogi, u verstoort de vergadering, u verstoort de vergadering. Want ze wil doorgaan met de vergadering. Dus dit heb je aan beide kanten. Maar achteraf de voorzitter zo te beledigen, ik vind dat dat laster is. De VHP geeft in hetzelfde bericht aan dat de voorzitter niet optreedt wanneer de coalitieleden wat zeggen, maar tij en ont de oppositie de mond snoert. Dat is ook niet waar. U moet kijken van hoe de vergadering wordt ingericht. Wanneer het gaat om behandelen van wetsontwerpen, wordt er heel vaak tijdsafspraken gemaakt. U gaat dan zien dat wanneer de oppositie in tijdsnood komt,
hoeveel keren punt van orde worden er gevraagd om eigenlijk een borrel te zoeken om iets te behandelen dat niet aan de orde is. Om misbruik te maken van een bepaald van dat moment. U gaat ook zien dat de voorzitter zelf zo flexibel is dat wanneer er een acute situatie is, dat de voorzitter de leden de ruimte geeft om voor aanvang of wanneer de vergadering is begonnen, hun punt te maken en dat vraagstuk, dat acute vraagstuk te behandelen. Dus ik denk niet dat dat op waarheid berust. Ik, integendeel, soms zeg ik ook aan de voorzitter, van voorzitter, je geeft ons aan de coalitie weinig ruimte en u hoort hun altijd. Soms wanneer ik mijn hand opsteek, krijg ik ook het woord niet. De voorzitter wenkt me ook van nee, laat het even rusten, want dat de vergadering gaat gewoon door. Dus je hebt dat aan beide kanten. Wat de voorzitter wel doet, is een goede overweging maken. Wat de voorzitter nooit heeft gedaan, is een lid bespreken. Wat de voorzitter ook nooit heeft gedaan, en ik zit al 8 jaren daar en ik volg de voorzitter, is om een van de partijen de ruimte te ontnemen om wat te zeggen. Omdat de voorzitter ervan bewust is dat wil je dat de democratie in een land goed werkt, dat zowel de oppositie als de coalitie hun zegje moeten doen. Want je moet hun ideeën aanhoren, je moet hun ideeën laten botsen om zo het beste eruit te kunnen halen. Dus wanneer het gaat om vuilsmijterij, dan geef ik toe dat het aan beide kanten gebeurt. Dit is gewoon een case van Doekie en Matura dat geëscaleerd is en waarbij de VHP vindt dat de voorzitter niet goed gehandeld heeft en ik gewoon met een tegenbericht ben gekomen, gewoon feitelijk van dit is hoe het in elkaar zit, maar het wordt aan beide kanten gedaan en ik als lid, ik betreur dat. Ook ik heb me misschien soms schuldig daaraan gemaakt, maar ik probeer en samen met mij tal van andere leden, we proberen ons zoveel als mogelijk te houden aan het onderwerp dat op die vergadering aan de orde is. En u gaat zien dat de voorzitter soms constant leren tot de orde roept van, maar dat is niet aan de orde. Komt u terug naar behandeling van de wet. Dat heeft de voorzitter niet. Dat doet de voorzitter niet alleen met de oppositieleden, maar ook met de coalitieleden. En met name bij lid Doekie. We weten allemaal dat lid Doekie een probleem gevallen. Als hij opstaat, zegt hij dingen dat mensen echt kan raken. Weet je wie? We zijn, ik ben het gewend, u bent het gewend, zo kennen we lid Doekie. Maar aan de andere kant heb je ook zulke leden gehad. Toch, je hebt ook zulke leden gehad. Ik kan namen noemen, maar ik zal dat maar niet doen. Omdat ik lid Doekie ken. En ik ben goed op hem, dus ik ken hem. Hij kan dingen zeggen dat je direct raakt. Maar wat er bij mij ook speelt, is deze zaak van lid Doekie en lid Matura is toch niet iets van nu. Het was iets dat voor de verkiezingen van 2015 al begonnen was. En lid Matura had toen de tijd een zaak aangespannen tegen lid Doekie. En lid Doekie heeft die zaak gewonnen. Dus het is niets nieuws. Waarom wordt er dan een punt gemaakt? En indien er een punt wordt gemaakt, is dat geen probleem. Waarom wordt de voorzitter zo door de slijk gehaald? Ik vind dat jammer. Ik vind dat heel jammer. Men praat over opmerkingen buiten de microfoon. Ze moeten hun eigen collega's soms een keertje volgen van welke opmerkingen ze buiten de microfoon maken ten opzichte van de voorzitter. Ik heb de voorzitter nooit een houding zien aannemen of daarop zien reageren. Toch persoonlijk zien reageren of incorrect of op een manier waarop het niet hoort zien reageren. Ze doet het niet. Ze doet het niet. Het zit niet gewoonweg niet in haar. Maar ja, er zijn ook woorden naar haar hoofd toegeslingerd. En ik heb ook een voorbeeld genoemd in mijn bericht. Maar ja, dat is hoe zaken eigenlijk uitwerken. We betreuren het ten zeerste. Ik betreur het ten zeerste. Ik vind we zijn in hoogste college van staat. We zijn daar om wetten goed te keuren. Heel belangrijke wetten, heel belangrijke onderwerpen die behandeld worden. En men mag kritisch zijn, maar niet zodanig dat je bij het leveren van kritiek een lid beledigt of de regering beledigt. U weet wie de president zelfs heeft beledigd, een paar keren heeft beledigd en heel onaangenaam ook. Dus dat heb je ook. Maar dat moeten we niet hebben. Leden moeten zich niet zo gedragen. Leden dienen zich correct te gedragen. Want het volk luistert naar ons. Dat jullie als coalitieleden opdracht krijgen van de pijlen te richten op een bepaalde oppositiegenoot? Nee, absoluut niet, man. Dat is absoluut niet zo. Ik denk dat we gewoon inspelen op de materie waarvan we kennis hebben. En dat alle leden dat doen.
Er zijn geen opdrachten. Ik denk niet, ook niet aan de kant van de oppositie hoor, dat men het zo doet. Maar het gaat gewoon erom van je praat over zaken waarvan je kennis hebt. En dat doen de leden. En we gaan nu dan even buiten DNA, heer Abdul, waar er nu ook een Johari Yutrusu is. En dat is dan de ex-directeur van de Hakrimbank, de heer Jim Boussaid, die ook aangeeft dat men het persoonlijk met hem heeft en dat nu de NDP in feite zijn vinger daar heeft in de Hakrimbank. Dit is financiën en u bent de voorzitter van Vaste Commissie Financiën. Hoe ziet u dat? Wat gebeurt er daar precies? Laat me beginnen met het feit dat indien meneer Boussaid vindt dat de NDP hem tegenwerkt of vinger in de pap heeft dat bepaalde zaken van hem zijn uitgelekt, dan zou ik hem in herinnering brengen dat toen hij met pensioen moest gaan, het een NDP-regering was die zijn contract, die zijn dienstbetrekking heeft verlengd. En niet voor 1 jaar, maar voor 2 jaren heeft verlengd. Dus dat deel klopt niet. Je hebt bij alle, tenminste, bedrijven en ondernemingen waar de overheid aandeel heeft, daar vaart de overheid, heeft de overheid het recht om leden voor te dragen voor de RVC. Er zijn 2 leden binnen de RVC vanuit de NDP en dat is Lid Doekie en geen Lid Doekie hoor, mevrouw Doekie en Chantal Doekie en meneer Parmisser. En wanneer de RVC bepaalde zaken heeft geconstateerd en die zaken komen naar buiten, niemand weet hoe, niemand weet of het via de RVC is gegaan of het via een ander, niemand weet hoe, dan moet lid meneer Boussaid niet zo boos worden. Want meneer Boussaid geeft zelf toe dat hij genoten heeft van de pensioen en nog zijn salaris heeft ontvangen. Alleen heeft hij een andere mening daaromtrent. Toch, de RVC-leden, heb ik vernomen, hebben een heel andere mening daaromtrent. Ze vinden wanneer je dienstbetrekking verlengd is, dan moet je geen pensioen krijgen. Maar pas na dat afloop van je dienstbetrekking moet je je pensioen krijgen. Dus daar is een zekere meningsverschil. Ik vind het jammer dat meneer Boussaid het zo heeft opgevat. Wat ik nog erger vind, is dat meneer Boussaid gewoon omdat hij vertrekt een natrap heeft gegeven aan de minister van Financiën, dat er monetair gefinancierd wordt. Toch? Ik vind dat jammer omdat meneer Boussaid ten eerste nog altijd voorzitter van de Vereniging van Bankiers is geweest. Ten tweede, heel lang al de cijfers heeft en weet wat er gebeurt. Ten derde, niet van tevoren zijn mond heeft geopend, maar het goed heeft gevonden nu dat hij met pensioen gaat, zijn mond te openen en zeggen van dit heeft plaatsgevonden. En ten vierde, zichzelf probeert af te schermen. En ik denk dat dat het is tegen de aanvallen van buitenuit, van u heeft uw pensioen genomen en u heeft uw salaris genomen en men vindt u moet uw pensioen terugstorten. Dus die man heeft wat te verdedigen daar. Hè? Dus ik denk dat meer een rol speelt bij meneer Boussaid. Maar wat betekent dat voor het bankwezen zelf? Is er nu er een beetje onrust daar is? Dus er is heel veel meningsverschil wanneer het gaat om de uitspraak van meneer Boussaid. Meneer Boussaid heeft aangegeven dat er voor zeker 1,1 miljard monetair gefinancierd is. En je hebt nu economen die zeggen er is geen sprake van monetaire financiering. Een ander deel van de economen, zij vinden dat er wel sprake is van monetaire financiering. Wat belangrijk is, dat we allemaal weten dat wanneer er monetair gefinancierd wordt, en vooral wanneer u de geschiedenis van het land nagaat, altijd wanneer er monetair gefinancierd is, hebben we een sterke stijging van de wisselkoers gehad. Hebben we een sterke inflatie gehad. Zien we de maatschappelijk geldhoeveelheid sterk toenemen. Dus al dat soort van zaken. Maar hij heeft het gehad over het jaar 2017. Dat in 2017 monetaire financiering voor 1,1 miljard heeft plaatsgevonden. Juist zien we dat in 2017 de inflatie sterk is gedaald. Van 25,7% naar, als ik het goed heb, 9,2%. Hou me dat ten goede, maar het is sterk gedaald van een double digit inflation. Is het gegaan naar een single digit inflation. We zien dat de wisselkoers al een aantal maanden stabiel is. Zich houdt op een koers van 7,50 voor de US dollar. Dus je vraagt je af, en we zien ook dat de overheidstekorten afnemen. Je vraagt je af, indien er sprake is van monetaire financiering, zou je niet het tegenovergestelde ervan hebben. En
ook al zou er nu sprake zijn monetaire financiering in die periode, is het dan niet goed geweest in zo'n situatie waarbij je een verbetering juist van die situatie hebt gehad? Dus daarover is eigenlijk de discussie, wel of niet? En indien wel is, waarom zijn de effecten uitgebleven? En ook al zou er sprake zijn monetaire inflatie, er is een verbetering zichtbaar in de situatie. Dus dat is waar economen echt van mening verschillen. Maar wat zegt u zelf? U zei verschillende economen zeggen dat. Maar wat zegt u zelf als voorzitter van de vaste commissie? Kijk, ik zeg van... het hangt af van hoe je ernaar kijkt. De effecten die ik ken van monetaire inflatie, en gaat u de geschiedenis na, die effecten zijn uitgebleven. Dus gezien het feit wat de verschillende definities zeggen over monetaire inflatie, zou ik zeggen dat er in dit geval eigenlijk geen sprake is geweest van een monetaire financiering. De overheid heeft als elk ander particulier geld geleend bij het bankwezen. En de overheid zorgt ervoor dat dat op tijd betaald wordt. En indien dat monetaire inflatie is, zou alle particulieren die geld lenen bij de bankwezen, dat gezien moeten worden als monetaire inflatie. Financiering. Monetaire financiering, geen monetaire inflatie. Monetaire financiering, maar dat is het geval helaas niet. De politie van het resort Münder kreeg vanmorgen vanuit het academisch ziekenhuis Paramaribo een melding binnen van een schiet- en vechtpartij. De politie ging ter plaatse voor een onderzoek waarbij het volgende bleek. 3 gewonde mannen zijn vanmorgen voor medische behandeling naar de afdeling spoedeisende hulp gebracht door 2 mannen en 3 vrouwen. De 3 mannen hadden steekverwondingen opgelopen. Het gaat in deze om de 25-jarige Guyanees Juan S., de 37-jarige Surinamer Kelly A. en de 37-jarige Surinamer Iwan L. Kort nadat deze 3 slachtoffers de behandelruimte van de spoedeisende hulp waren binnengebracht, kwamen 2 andere mannen ter plaatse die in de behandelruimte wilden gaan. Dat is hun echter belet door de beveiligers van het ziekenhuis. De 2 mannen liepen vervolgens het terrein op, alwaar de begeleiders van de 3 slachtoffers stonden. 1 van de 2 mannen trok een scherp voorwerp tevoorschijn en bracht hiermee de 27-jarige Guyanese begeleider Candace W. een ernstige verwonding toe in het gelaat. Vervolgens renden de 2 mannen weg, waarbij 1 hunner een jachtgeweer met ingekorte loop tevoorschijn haalde en daarmee intimidatie schoten loste. Een 3e man wachtte de 2 vluchtende mannen op in een auto die in de directe omgeving van het ziekenhuis geparkeerd stond. Nadat de 2 gewapende mannen in de auto zijn gestapt, is de auto met hoge snelheid weggereden. Volgens verklaring van de slachtoffers en begeleiders waren zij op een verjaardagsfeest in een bardancing aan de Saramaka-straat. Gegeven moment ontstond er een vechtpartij waarbij de slachtoffers vermoedelijk met een mes door een man zijn neergestoken. De slachtoffers zijn per eigen gelegenheid vervoerd naar de spoedeisende hulp. De vermoedelijke messentrekker is de man geweest die naderhand schoten heeft gelost uit het jachtgeweer met ingekorte loop. Juan S. mocht na medische behandeling naar huis, terwijl Iwan L. na medische behandeling is weggelopen uit het ziekenhuis. Kelly A. en Candace W. zijn ter verpleging in het ziekenhuis opgenomen. Kort na het incident op het AZP-terrein is door de beveiliging van het ziekenhuis en door de politie van het resort Münder ervoor gezorgd dat de rust en veiligheid terug is gekeerd. De politie is nog steeds bezig met deze zaak. Met DNA-lid Karel Breeveld van de Doe spraken wij over het op handen zijnde transformatieproces van IOL naar de universiteit. Is de heer Breeveld zelf een voorstander hiervan? En wat vindt hij van de zaken zoals die zich nu afspelen?
Is er al voldoende informatie verschaft vanuit het ministerie of vanuit de regering naar het parlement toe over het hele transformatieproces? We voeren nu naar DNA-lid Karel Breeveld en cameraman Karen Sektu legde het volgende interview vast. Ik vind het jammer dat het zo is toegegaan, omdat ik denk dat je op een veel betere manier en een veel planmatigere manier dit soort dingen moet aanpakken. Wanneer je een onderwijsinstelling dat al jaren bestaat gaat transformeren, dan moet je degene die betrokken zijn, maar ook de gemeenschap, moet jij tijdig informeren over het proces, over de stappen die genomen worden. Ik heb de minister beluisterd in het parlement en zij heeft gezegd dat sinds 2012 de presidentiële commissie reeds bezig is met dit proces. Nou, dat is mooi. Maar dan zou het goed zijn om in 2012 reeds de mensen te informeren wanneer dan uiteindelijk de overstap zal worden gedaan. Dan kan je de processen aangeven, dan ga je procesgestuurd de dingen volgen en dan weet ook iedereen waar hij aan toe is. Daarnaast is het dat je in zulke processen die vrij ingrijpend zijn, dat het een normaal ding overal ter wereld is. Dat je alle betrokkenen hoort en dat je ze betrekt in dat proces. Zodat mensen zich niet afstandelijk gaan gedragen of juist gaan tegenwerken of wat dan ook. Maar dat je hun gedachten over dat proces ook meeneemt. Waardoor je breder een groot draagvlak creëert en daardoor een veel beter proces doormaakt. Dus in dit geval zouden bijvoorbeeld er al eerder gesprekken moeten zijn geweest met de studenten, met de bond van leraren of vakbonden die betrokken zijn bij dat systeem, met de docenten, met het administratief personeel, met de universiteit, het bestuur, etc. En natuurlijk alle andere mensen die er werken, technisch personeel en zo, zodat uiteindelijk iedereen goed geïnformeerd is. Voor de studenten is het bijvoorbeeld belangrijk, als in 2012 het gezegd was, dat in 2014 zeg maar, het systeem afgerond wordt wat betreft MOA, MOB, etc. Dan is er een jaar waarin er nog een moment is, een grace period, voor mensen die het niet gehaald hebben. En in dat jaar daarna komen er geen nieuwe inschrijvingen. Kijk, dan praat je over termijnen. Weet je, maar je kan niet in juni 2018 zeggen, we kunnen niet meer inschrijven vanaf 1 oktober, want de zaak gaat over in de universiteit. En dan hoor je de universiteit nu zeggen, maar wij hebben geen geld om dit instituut te accommoderen. Dus ja, en dan hoor je weer plotseling een ander verhaal, van ja, er komt een instapjaar. En hoe moet dat instapjaar eruit zien? Wie gaat daar lesgeven? Wat wordt van de studenten verwacht? Al die dingen zijn allemaal dingen die naar mijn gevoel te ad hockerig overkomen. En we moeten stoppen met het ad hoc verhaal in dit land. We moeten leren om planmatig en duurzaam vooruitkijkend zaken aan te pakken. Waardoor je deze obstructies niet krijgt zoals je dat nu hebt gekregen. En als je dan weer tegen die obstructies ingaat, zet je alleen nog meer olie op het vuur. En dan is de vlam in de pan en dan krijg je vervelende dingen. Mensen moeten altijd betrokken worden. Dus als je mensen begint aan te vallen, en zeker als je begint te zeggen, mensen zijn onbevoegd en on dit en dat, weet je, het is niet verstandig. Je moet als minister moet je op een verstandige, wijze, beheerste manier met mensen omgaan. Mensen zijn belangrijk. De president zegt zelf elke keer, de mens staat centraal. Nou, dus met geen enkel mens hoor je zo te praten. Dan moet je zorgen dat je op een beschaafde manier, een rustige manier met de mensen praat. Hun waardeert voor wat ze tot nu toe al gedaan hebben. En iedereen weet dat. Ik ben zelf ook pedagoog. Dus ik bedoel, pedagogisch opgeleid. Hè? En als leraar weet je, wil je kinderen stimuleren tot iets. En dat weet de psycholoog ook. Die mevrouw Perrier is psycholoog toch. Die weet ook, je moet positieve dingen zeggen van mensen. Begin te waarderen wat ze wel goed doen. Om te kijken, waar zijn nog de uitdagingen? En wat zou anders moeten? En wat zou beter moeten? Maar ga niet zo recht op mensen af, onbevoegd, ongeschikt. Het is niet de manier om met mensen bezig te zijn. Dat hoort niet, is niet professioneel en het is menselijkerwijs gezien niet de juiste manier. En dan is het logisch toch, dat de mensen in Djougou-Djougou komen, weet je. En we hebben geen Djougou-Djougou nodig. Wat we nodig hebben zijn gezonde, rustige processen, weet je, die maken dat uiteindelijk alles op zijn pootjes terechtkomt en uiteindelijk de processen normaal zich voltrekken. En de acties vanuit de ALS-BVL, staan ze in hun recht om dat te doen?
Ja, kijk, ja, de mannen zeggen, ja, takrupiki etja takrukari. Dus wanneer je mensen zo behandelt, dan krijg je vervelende dingen. En ik zeg, nee, je moet juist met mensen aan tafel gaan zitten. Je moet juist met mensen gaan praten. Je moet niet een houding hebben van, oké, dan moet hoor eentje ding. Dan beginnen problemen. Weet je, mensen willen altijd luisteren en mensen willen altijd een gesprek. Maar als jij op die manier het aanpakt, dan is dat niet professioneel, niet verstandig. En dan begrijp je dat dit gaat gebeuren. En ik moet zeggen, ik keur elke actie af die het onderwijs traineert en ophoudt. Maar we praten over mensen. Dus trap je op mensen hun ziel, dan krijg je gekke dingen. En dat is niet wat we moeten hebben. Dus naar mijn gevoel is het tijd gewoon om te praten. Ja, er zijn nu allerlei dreigingen en allerlei druk. Hè? En dan ga je weer die discussie krijgen van jouw onderhandel niet met het mes op de keel. Dat soort uitspraken krijg je dan. Maar ik denk dat als je wilt denken in termen van nationaal belang, dan ga je het gesprek aan. En dan nodig je uit. En dan zoek je naar oplossingen. Want er zijn altijd oplossingen. Als je open bent om te praten en vooral te luisteren naar mensen. Want dat is, denk ik, het grote probleem. Mensen willen maar praten en praten en vlammen. Maar je moet ook luisteren naar wat mensen zeggen om uiteindelijk tot oplossingen te komen. Dus ik hoop eerlijk gezegd niet dat de acties worden versterkt of worden voortgezet. Maar dat we op een hele snelle en vlotte manier deze zaak afhandelen. U bent zelf een voorstander van transformeren. Ik denk dat het op zijn plaats is. In het onderwijs moet je altijd werken aan transformaties. Omdat niets is statisch in het leven. U weet, er moeten vaak nieuwe leermethoden komen. Vaak nieuwe boeken, nieuwe materialen, nieuw curriculum moet ontwikkeld worden. Vanwege ook ontwikkelingen in de tijd. Hè, als je bijvoorbeeld praat over klimaatsverandering, als je praat over zeespiegelstijging. Dat zijn dingen waar we 20 jaar geleden niet over spraken. Weet je, dus nu moet je dan in het curriculum dat verwerken. Dus ik denk ook zo, hè? Mensen worden anders, er is nu heel veel, social media, mensen hebben allemaal bijna een smartphone, weet je, je moet toch denken aan modellen om onderwijs te brengen waarbij het niet droog en dor is, niet van die 1000 keer gekopieerde vuile boeken, weet je, maar modellen die een beetje aantrekkelijk zijn, waarbij je audiovisuele middelen gebruikt en dat ding aantrekkelijk. Dus er is constant proces, er zijn processen constant nodig om dingen op een goede manier aan te pakken. Zorgen dat ook de randvoorwaarden dan aanwezig zijn. Weet je, zo'n IOL-universiteit, daar moeten beamers een normale zaak zijn en laptops om te kunnen projecteren en op die manier interactie met de studenten te hebben. Dus ik geloof wel in transformaties, dat absoluut. En ook als men zegt naar de universiteit, we trekken het op een hoger niveau, geen probleem. Net zoals men over het kweekschoolonderwijs zegt dat ze graag willen dat ze naar een HBO-opleiding gaan. En dus de instap wordt dan minstens HAVO. Ik begrijp het, want internationaal is dat ook gangbaar. Je moet high school hebben. Je moet 6 jaar middelbaar onderwijs hebben gehad om naar een hogere opleiding te gaan. Dus wat dat betreft, helemaal begrijpelijk. Maar het hele punt is communiceer. Communiceer. Leg mensen uit. Luister naar mensen. Kijk waar de uitdagingen zitten. En probeer daar de nodige aanpassingen in te hebben. Zodat je mensen meekrijgt. Je moet geen mensen tegen je krijgen. Je moet mensen meekrijgen om de doelen te bereiken. Die veel groter zijn dan een persoon. Groter dan Breeveld. Groter dan Doe. Groter dan wie dan ook. Het gaat om nationale dingen. Dus zodra je ego's gaat beginnen te benadrukken en de ego's beginnen zo zwaar mee te spelen, dan komen de problemen. Dus mijn advies is, zet je ego aan de kant en mensen gaan rustig praten met elkaar en probeer samen naar oplossingen te zoeken. Want ik geloof dat die transformatie nodig is en die inpassing, maar laat het dan op een richtige wijze gebeuren. Is er al voldoende informatie verschaft aan DNA of moet dat nog gebeuren vanuit het ministerie of de regering? Nee, er is niet veel informatie verschaft. Er is alleen informatie verschaft over wat er gezegd is geworden in de gesprekken. En met name de bond van wetenschappelijk personeel of de vereniging van wetenschappelijk personeel. Daar is informatie over verschaft, de laatste keer door minister Mustadja. Ik ben overigens blij dat daar een oplossing voor gevonden is en dat de universiteit weer normaal kan draaien vanaf vandaag. Dat vind ik een positieve zaak en mijn complimenten dat dat dan gekomen is. Alleen het heeft veel te lang geduurd, 3 weken lang.
Weet je, deze dingen kunnen volgens mij sneller opgelost worden als we sneller aan tafel gaan zitten en sneller werken aan oplossingen. Neem dan een nacht over en probeer door te gaan totdat je een goede oplossing hebt, waardoor niets gestagneerd raakt en niemand schade leidt in het geheel. Maar ik denk dat ten aanzien van die hele transitie, want we hebben een interpellatievoorstel ingediend, de oppositie. En wij willen dat ding grondig bespreken. En we moeten het grondig bespreken. We zijn volksvertegenwoordigers. En het zijn onze kinderen, onze kleinkinderen die naar die opleidingen moeten. Maar ook gewoon voor die samenleving. Hoe sluit het aan op de samenleving wat je gaat doen? Hoe is werkgelegenheid geregeld? Welke richtingen zullen er zijn? Wat voor titel krijgen de mensen? Weet je, wat wordt de input van de student, van de leerkracht? Moet je inderdaad niet meer gaan kijken naar mensen die erbij moeten komen? Dus mensen invliegen of zo. Ik zeg maar wat. Hè? Dwarswegen, 1000 dwarswegen kun je doen. Maar we zijn niet geïnformeerd. Het is te zwak voor zo'n gewichtige aangelegenheid. Dus ik hoop van harte dat de leiding van het parlement deze het interpellatieverzoek honoreert. En dat we grondig in de assemblée de zaken doornemen. En van daaruit inderdaad kunnen komen tot we weten wat het is. En dan kunnen we ons erachter plaatsen. De politie van resort Latour heeft op 13 juli van dit jaar de veroorzaker van een aanrijding aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een gewapende beroving. Deze bestuurder veroorzaakte op 12 juli een aanrijding en reed door. Hij reed door omdat hij vermoedelijk kort voor de aanrijding samen met tenminste twee andere mannen betrokken was bij een gewapende beroving aan de Mathieuweg in het resort Latour. De benadeelde zette de achtervolging in en wist de verdachte klem te rijden, waarbij de verdachte aangaf dat hij was doorgereden omdat hij geen rijbewijs bezit. Uit onderzoek kwam naar voren dat de auto van de verdachte gebruikt was om de gewapende beroving aan de Mathieuweg te plegen. Deze verdachte is na overleg met een lid van het OM in verzekering gesteld. Zijn kompanen zijn nog voortvluchtig. De huurbeschermingswet dateert uit 1949. Wie beschermt de wet allemaal? En wat komt er allemaal nog meer bij kijken wanneer we praten over ontruiming en andere zaken? Kan er ook ontruimd worden zonder een rechtelijke vonnis? We voeren nu naar het vraaggesprek welke we hadden in dit kader met advocaat meester Irene Laalje. Je hebt een ander geval waarbij er geen ontruimingsvonnis nodig is. Laat ik dat ook even gelijk verhelderen. Want ik heb recent in de media een geval vernomen, dacht ik, waarbij de mensen zeggen, we hebben nooit een vonnis in handen gehad en toch zijn we ontruimd geworden door de deurwaarde. Maar er was geen vonnis. Dat is dan weer een ander geval. Stel dat een eigenaar, dus iemand die eigendom heeft van een woning en een perceel, als die persoon naar de bank, dan wel een geldschieter stapt en zegt ik ga een hypotheek nemen op mijn huis en perceel. Dan is die persoon dus de schuldenaar. En de persoon die het geld heeft geleend aan die persoon is de schuldeiser. Als op een gegeven moment de hypotheek is gevestigd en u betaalt de hypotheek niet, dan gaat uw perceel naar de eigendom, naar de openbare verkoop. Op de openbare verkoop zijn er kopers. En zij die kopen op een openbare verkoop zijn dan de eigenaren geworden van dat huis en perceel. En dan zegt de wet, de koper van een openbare verkoop mag met de veilingsakte tot ontruiming van de schuldenaar overgaan. Dus de schuldenaar, die persoon die dat geld heeft geleend en die in dat huis is blijven wonen, die kan dan ontruimd worden zonder een vonnis van de kantonrechter. En dat zijn de gevallen waarbij men zegt, ik heb nooit een vonnis gehad. Hoe kan ik ontruimd worden? Als u degene was die dat geld hebt geleend, u bent de schuldenaar en u woont in dat huis en uw perceel is naar de veiling gegaan en iemand anders heeft het gekocht, dan mag de nieuwe eigenaar u met de veilingsakte
ontruimen. Hoeft de lange duur van het proces niet af te wachten. En dat zijn dan die gevallen waarbij men zegt, ik heb nooit een vonnis gehad. Maar als zo'n huis en perceel naar de openbare verkoop is gegaan, en iemand anders heeft het gekocht, en in de woning zijn er huurders, dan is dat weer een ander geval. Want dan moet je de huurder wel met de vonnis van de kantonrechter ontruimen. Dan kan je die veilingsakte niet gebruiken. Dus een veilingsakte breekt geen huur? Nee, koop breekt geen huur. En ook een koop op de openbare veiling breekt geen huur. En dan zal de nieuwe eigenaar dus een rechtszaak moeten beginnen op een van die vier gronden genoemd in de huurbeschermingswet 1949. En als er een vonnis tot ontruiming komt, dan pas kunt u ontruimd worden. En weet u, deze problemen kunt u als huurder voorkomen. Zorg ervoor dat u uw huur betaalt. U hebt het eigendom van iemand in huur gekregen. Eigendom waar een ander hard voor heeft gewerkt. En u krijgt dat in huur. U hebt een dak boven uw hoofd. U bent een huurovereenkomst aangegaan met een bepaalde verplichting. Als u weet dat u de huur niet zal kunnen opbrengen maandelijks, waarom gaat u over tot huur? Als u een maand in problemen bent financieel, probeert u te praten met uw verhuurder. Vraagt u om wat ruimte, maar kom uw verplichtingen na. Als de huurder zegt, ik ga de huur niet meer ontvangen, want je moet weg uit mijn woning, ik ga de huur niet meer ontvangen. En u zegt, nee, ik wil u doorbetalen, want u moet niet zeggen morgen dat ik wanprestatie heb gepleegd. In die gevallen mag u altijd naar het postkantoor, dan kunt u met de postwissel betalen. Dat gaat makkelijk als u op het postkantoor bent en u zegt u wil de huur betalen middels postwissel, dan wordt dat gestuurd voor de verhuurder. Dat bent u niet in verzuim, want je hebt verhuurders die daar gebruik van maken en zeggen nee. En dan komen ze na 4 maanden zeggen de huurder heeft me niet betaald. U kunt het voorkomen, u kunt gaan naar het postkantoor. Zorgt u voor dat u een woning goed onderhoudt, dat u een huur hebt. Want de wet zegt, u hebt 2 hoofdverplichtingen als huurder. U moet als goed huisvader zorgen voor het gehuurde goed en u moet uw huur betalen. Dat zijn 2 hoofdverplichtingen. Bijverplichtingen zijn, kleine dagelijkse reparaties moet u doen. Grote reparaties zijn voor rekening van de verhuurder. Het zijn allemaal zaken die netjes in de wet zijn geregeld. En als de wet zaken heeft geregeld en ieder komt zijn verplichtingen na, zowel de huurder als de verhuurder, dan lopen zaken rustig en kalm. Dus ik doe een oproep. Gaat u goed om met het eigendom van een ander. Zorgt u ervoor dat u de huur betaalt en probeert uw zaken eerst uit te spreken. En als u een oproep voor een zitting krijgt, de deurwaarder staat voor de deur om een oproep aan u te doen, neemt u ontvangst. Want als een struisvogel u van de domme houden en zeggen ik wist van niks, zorgt voor meer problemen. Meester Lalji, in het verlengde hiervan ook gelijk dit. Vaak zien we dat partijen, huurder, verhuurder, mondeling de afspraken overeenkomen. Hoe verstandig is dat? Weet u, het is altijd goed om zaken zwart-wit vast te leggen. Dat is altijd verstandig. Maar ook mondeling kan er een huurovereenkomst tot stand zijn gekomen. Een kwitantie die u uitschrijft aan de persoon waarin staat ontvangen huur. Dat is reeds het bewijs van een huurovereenkomst. Als er mondeling zaken zijn gedaan en het ene ander is niet duidelijk vastgelegd, dan gaan de regels van het burgerlijk wetboek betreffende huurverhuur gelden. Als partijen schriftelijk het ene ander hebben vastgelegd, dan zijn dat natuurlijk regels die partijen onderling zijn overeengekomen. Maar dat sluit niet uit dat regels van het burgerlijk wetboek ook van toepassing kunnen zijn. Je hebt dus met betrekking tot huurverhuur, heb je de huurbeschermingswet 1949, maar je hebt ook het burgerlijk wetboek waarin de artikelen betreffende huur en verhuur van woningen ook geregeld is. En ik hoorde u net wat zeggen, wanneer partijen, want iedereen die heeft nu bijna een pc'tje thuis, of ieder kan nu op internet, en er worden wat huurovereenkomst, er wordt een huurovereenkomst gedownload, partijen tekenen,
En stel voor dat men nu de verhuurder eruit wil. Is zo'n papiertje met wat jullie beiden ondertekend hebben van kracht? De huurovereenkomst is vormvrij. En vormvrij betekent mondeling zowel schriftelijk. En elk ondertekend stuk waarin de basis is vastgelegd. En de basis is dus dat ik aan u verhuur een woning gelegen op een bepaald adres voor de huursom van zoveel per maand. De huur moet betaald worden aan het eind van de maand, begin van de maand, midden van de maand. Dat bepaalt u zelf. Al die simpele overeenkomsten die u van het net haalt, zijn natuurlijk ook basisovereenkomsten die kunnen gelden. Maar als u zaken toch goed tussen elkaar wil vastleggen, dan is het van belang om dat toch wel schriftelijk te doen. Noem ik een voorbeeld bijvoorbeeld. Stel u als verhuurder zegt, ik verhuur, maar ik heb plannen voor over een 3-4 jaar dat ik de woning ga verkopen. Dan kan u als verhuurder in de huurovereenkomst opnemen dat bekend is dat de woning over een gegeven tijd verkocht zal worden. En dat ik dus de bepaling opneem dat die huurovereenkomst bij verkoop dus een einde zal nemen. Zo'n bepaling maakt dat dus in principe de koop breekt geen huur, een beetje doorkruist wordt. Dat zijn allemaal zaken die je even goed kunt vastleggen. Je kunt even goed vastleggen wat behoort tot het gehuurde goed. Is het dat voorste huis, is het achterste huis, zodat er geen discussie over zaken ontstaan. Dus daarom is het altijd goed, vind ik, om zaken toch weg zwart-wit vast te leggen. En om zaken vast te leggen, dient dat bij een advocaat, een notaris? Nee, partijen kunnen zelf een overeenkomst maken. Natuurlijk. Dat zeg ik altijd. Het is goed om juridisch advies in te winnen en door een deskundige een huurovereenkomst te laten opstellen. Nu begrijpt u ook dat elke deskundige die je raadpleegt, dat er daar kosten aan verbonden zijn. En vaak praten we dan over huurovereenkomsten betreffende heel eenvoudige woningen. Zelfs al is dat nog zo eenvoudig, stelt u wat op papier vast, zodat er geen discussie is over de huurprijs, zodat er geen discussie is of de huur aan het begin of het eind van de maand, wie zal voor wat zorg dragen, kunt altijd eenvoudig een huurovereenkomst opstellen. De Centrale Meldkamer schakelde op 10 juli van dit jaar de politie van het resortcentrum in voor een geval van mishandeling aan de Keizerstraat. Daar aangekomen troffen de wetsdienaren de 47-jarige Ashraf S. aan met verwondingen en een fractuur aan zijn rechter onderarm. Ashraf verklaarde aan de politie dat hij door zijn achterbuurman, de 47-jarige Ruwel E. alias Biga, mishandeld is geworden met een eindhout. De twee buren wonen op hetzelfde erf waarop meerdere woningen staan. Ashraf verklaarde aan de politie dat Ruwel hem op 10 juli beschuldigde dat hij vernomen had dat Ashraf en een andere man, bekend als Soldier, van plan waren hen Ruwel neer te steken. Dat Ruwel hem vervolgens slagen toebracht met een eindhout, met het gevolg dat hij ernstig gewond raakte. Op aanwijzing van het slachtoffer is Ruwel E. alias Biga door de politie aangehouden en in verzekering gesteld. En dit was TBN Prime Alert van maandag 16 juli 2018. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 874x93. Nogmaals, 874x93. E-mailen kan naar tbnprimealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.